Zullen we daar op die heuvel eens gaan picknicken? Oké, als jij het verzorgt, dan schuif ik lekker aan. Zo'n dag natuur, ja, het moet er maar van komen, maar daar geniet ik dan echt wel van. Nu ja. Oh, dan zie ik, dan hoor ik de kikkers en dan zie ik die schapen en dan ruik ik het veld en de stront en dan denk ik, ja, heerlijk. Lekker, hè? Ja hoor. Ja. Nou ja, en geniet er nog maar even extra van, want overmorgen, ja, wat dan? Dan is het zover. Want dan, wat staat er ook weer dan? Oh, ja. Wat staat er ook weer in de agenda? Oh, dan ga ik even naar de plastisch chirurg. Ja. Ja, dan ga ik alles strak laten trekken. Helemaal. Nieuwe tieten erop, mijn kont vol laten spuiten. Ja, het werd tijd. Totdat er geen leven meer in zit. Ja. Nee, maar je moet naar het ziekenhuis, hè? Ja. Nou ja, ik heb een afspraak gemaakt voor wat moedervlekken in mijn gezicht. Sommige, ja, die lijken wel groter te worden met de loop der jaren. En ik ben gewoon klaar met die bobbels vooral in mijn gezicht. Ja. Maar het is wel kenmerkend, want als ik het over jou heb, zeggen mensen, oh, dat is die blonde met die rode lippenstift. Ja. Ja. Maar dit is wel wat bij jou hoort. Ja, ik twijfel ook over deze, hoor, hoewel ik hem wel iets te dik vind. Ik vind vooral, ja, kijk, die vlekjes vind ik niet zo erg, maar ik vind gewoon die structuur, die bobbelstructuur niet zo mooi. Okay. Ik ben niet iemand van botox en van de fillers, maar ik zou het wel wat gladder willen. En ja, dat is dan puur ijdelheid eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben zo vaak op foto's en op filmen, denk ik, jeetje man, ik lijk wel een heks met die bobbels. Ja, vind ik echt heel erg. Maar ben je niet bang dat ze als ze in je gezicht gaan zitten snijden dan? Dat lijkt me helemaal zo'n gedoe, want het is natuurlijk wel, ja. Ja, nee, ben ik niet bang voor. Nee, ik vertrouw de plastisch chirurg en ik ga heel goed zeggen. Kijk, ik heb jaren geleden een heel erg fietsongeluk gehad. Oh joh, dat zie ik nu pas. En daar is hieronder echt een heel groot litteken. Ik ben op mijn negende door een tackle gebeten. Er zit hier een hele dikke bobbel van. Ga ik ook vragen of hij dat een beetje kan afschapen. Maar terwijl ik daar lag, nee, ik lag daar op die operatietafel toen ik zo verschrikkelijk was gevallen. Er zat echt een gat in te groot van een tennisbal. Maar dat zie je niet omdat je haar er zo voor had. Ja, ik droeg hem altijd al zo, die lok, maar dus dat is puur toeval. Maar ik zei van, ik wil wel actrice, netjes naaien. Ja, zeiden ze toen. Ik denk, oh god, straks. Ja, ik had geen idee. Ik wist niet hoe ik erbij lag, maar ik hoorde wel in die ambulance grote hoofdwond. Dus ik hoop en ik ga ervan uit dat het netjes gebeurt. En dan heb ik liever een klein littekentje dan een dikke bobbel. Oké. Okay. Ja.